Hallo, mijn naam is Jean Bosco Safari en ik ben ambassadeur van FIDEMA, een VZW die zich inzet voor Haïti. Graag breng ik jullie weer op de hoogte van de toestand en de vorderingen ter plekke. Corona heeft helaas ook ons werk wat verlamd. De politieke verwarring en onzekerheid in Haïti maken reizen al even riskant. Maar dat betekent niet dat we bij de pakken zijn blijven zitten en we hebben naar andere manieren gezocht om resultaten te bereiken. We vergaderen intensief online en vragen onszelf af waarom we dat niet eerder gedaan hebben. Ja, corona brengt dus ook positieve ontwikkelingen met zich mee. Ons team van ingenieurs zonder grenzen, Mark van den Brande in het bijzonder, overlegt intensief met de lokale aannemer firma Mayel. En beide gesprekspartners zetten zich volledig in om het project te doen slagen. Onze heftruck is ondertussen aangekomen en doet daar zijn nuttige werk, zowel voor ons als voor de verhuur aan externen. En op dit ogenblik zijn de voorbereidingen voor de fundering van de bakkerij rond en kunnen de werken eindelijk beginnen. Een goede basis is in een land als Haïti nu eenmaal onontbeerlijk. Daarna komt de montage van de bakkerij zelf en het personeelsverblijf. Hopelijk staat alles recht tegen de zomer van 2021 en vliegen de broodjes en ijsjes eindelijk over de toonbank. En dan begint het opleidingsprogramma. Vooral voor de ijsbereiding heb je heel wat expertise nodig. Ondertussen wordt de volgende container klaargemaakt. Het vertrek is voorzien 30 mei. Daarin zullen ook onze muziekinstrumenten vervoerd worden waarmee we de muziekscholen willen bevoorraden. Muziek is zo belangrijk in de Haïtiaanse cultuur en bovendien zijn ze gek op fanfares. Dankzij onze partner Key Music hebben we een hele partij nieuwe instrumenten kunnen aankopen aan een bijzonder gunstige prijs. Blaas- en slaginstrumenten allerhande voor de fanfares, maar ook wel 100 gitaren voor wie in een kleiner verband muziek wil maken. En dan is er uiteraard ook onze zeer gewaardeerde samenwerking met Music Fund, een Belgische VZW die muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in conflictgebieden en ontwikkelingslanden, maar ook in Europa ondersteunt. Ze zamelen muziekinstrumenten in, repareren die en geven ze een tweede leven door ze aan muziekprojecten te schenken. Muziekfonds beperkt zijn activiteiten niet alleen tot eenvoudige giften. De opleiding van instrumentherstellers en de oprichting van reparatiewerkplaatsen vormen de kern van haar projecten en geven deze een duurzaam karakter. De opgeleide reparateurs kunnen dan overwegen om er hun vak van te maken en hun know-how in de regio te verspreiden. Voor wie meer over deze vereniging wil weten en ook begrijpen waarom Music Fund dit jaar de winnaar is van de prijs voor democratie en mensenrechten, verwijs ik graag naar de link naar een korte documentaire en een voorstelling van hun activiteiten. Daarnaast hebben we ook de installatie van de Hostiebakkerij. Jawel, dit is kwaliteitsmateriaal van de Duitse leverancier Kissing. Deze is goed voor hosties bakken op grote schaal voor de volgende 30 jaar. Het transport wordt gedaan in een reefer. Dat is een soort container met klimtinstallatie die dienst zal doen als opslagplaats voor gevoelige producten van de bakkerij en de hostiemakerij. In Haïti zelf worden de ladingen van de vorige containers uiterst voorzichtig naar hun bestemming gebracht. Het betreft het materiaal voor FIDEMA Reproduction, de kledij van ZIP en de bijbehorende naaimachines. De transporten worden onopvallend georganiseerd om overvallen en dergelijke te vermijden. De nood is nog steeds groot en de wanhoop drijft sommige mensen tot wanhopige daden. Alles gaat ook een beetje langzamer, maar zal wel klaarstaan wanneer de toestand verbetert en er gestart kan worden met de uitvoering van onze plannen. De reeks van zelfvoorzienende activiteiten staat hiermee ondertussen op 7. We hebben de bakkerij, de ijsmakerij, de hostiebakkerij, het naaiatelier, de verkoop van ZIP en de Vitalitaar, verhuur van de heftruck en ons muziekproject. Dat staat allemaal op het programma voor dit jaar.
Deze activiteiten kunnen wij enkel realiseren dankzij uw steun. Tot slot vindt u ook wat links naar interviews van mensen die wij bewonderen en die een duidelijk verband hebben met onze opzet en visie. Inspirerende gesprekken met creatieve en gedreven mensen. En daar houden wij van. Dank u. Tot de volgende.